Het is vooral een blamage natuurlijk voor de minister die dat heeft afgewerkt. Hè? Dus de minister van Omgeving. Die er in een kranteninterview op wijst, dit is in de schoot van de regering wel goedgekeurd. Ja, dat is met alles zo, maar natuurlijk de minister die het voorbereidt en de administratie erachter, die zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de kwaliteit van de teksten. We zien dat ook op andere terreinen in de politiek, collega, dat het soms wel aan kwaliteit ontbreekt. Hè? Dat is iets wat we merken. Dus is het een blamage? Het is vooral jammer. En het is ook een beetje onbegrijpelijk, want u noemt daar een paar decreten. En bijvoorbeeld op die bossen heeft de Raad van State hele zware kritiek. En dat hebben ze dan bijvoorbeeld niet op wat u dan noemt, de windmolens kunnen voortaan overal. Daar dan niet op. Dat begrijp ik niet. Straks kan je in natuurgebied een windmolen zetten of een energieopslag, want dat kan ook. En daar heeft men dan geen problemen mee. Daar moet dan geen milieueffectrapportage, om het moeilijke woord te gebruiken, komen. Ja. Maar om bossen te behouden, waardevolle bossen, het gaat uiteindelijk om 12.000 hectare van de meest waardevolle bossen in Vlaanderen, daar is dan wel een probleem. Dat begrijp ik ook niet goed.